Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik een art journal pagina maken in herfststijl. Jullie hebben de foto van de art journal pagina al gezien aan het begin van de video. Je weet dus hoe het eindresultaat is geworden. Op dit moment moet ik alles nog gaan maken. Ik heb wel inspiratie gekregen. Ik weet ongeveer wat ik wil gaan doen. En de inspiratie heb ik gekregen uit deze blaadjes. Ik kwam ze tegen in een video. Iemand die had er een mooie art journal pagina mee gemaakt. Die had ook dit soort stoffenblaadjes gebruikt. Die had ze vastgenaaid met de naaimachine. Echt een leuk idee. En ik dacht, hey, ik heb die blaadjes ook nog. Ik wil daar iets leuks mee gaan maken. Dus ik ga deze vandaag gebruiken op mijn eigen manier. Ik kwam ook dit kaartje nog tegen tussen mijn gemaakte kaarten. Hoewel ik eigenlijk bijna geen kaarten meer maak. Gaf ook deze kaart mij weer inspiratie. En de kleuren, ook de blaadjes, de structuur. Hoewel ik gewoon een hele andere structuur ga gebruiken straks. Maar als ik hier dan overheen voel, dan komt bij mij die inspiratie eigenlijk vanzelf. En dus op die manier krijg ik inspiratie om iets nieuws te maken. Dus vaak van video's die ik zie op YouTube. Maar ook producten die ik al gebruikt heb. Dingen die ik al gemaakt heb. Ja, ik voel daar overheen en je krijgt daar alweer inspiratie van. Zo werkt het in ieder geval bij mij. Ik ga werken dus in mijn junk journal. De journal die ik zelf heb gemaakt. Er zit van allerlei goedkoop papier in. Ik ga vandaag werken op dit papier. Ik heb het al een beetje voorbewerkt met een laagje gesso. Ik heb heavy gesso gebruikt, maar jij kunt ook een gewone normale gesso gebruiken. Wat jij eigenlijk maar in huis hebt. Ik vind die super heavy gesso gewoon mooi om te gebruiken. Omdat het gelijk ook al een soort van structuur geeft. Ik heb het gewoon opgebracht met een spateltje. Deze is volgens mij van Finaber. Ik gebruik hem niet veel. Een siliconen spatel en de spateltjes van niveau werken ook prima. Maar heb jij gewoon een paletmes, werkt ook allemaal prima. Je kunt het met een kwast doen, je kunt het met je handen doen. Het maakt eigenlijk niet uit hoe jij die gesso opbrengt. Maar ik heb dus vandaag heavy gesso gebruikt. Ik heb het opgebracht met een spateltje. Niet helemaal, ik laat de randjes gewoon voor wat ze zijn. Ik wil ook niet de kleur straks gaan aanbrengen helemaal rondomheen. Ik heb tubus verf bij me neergelegd. Een beetje herfstkleuren die ik wil gaan gebruiken. Alles wat ik natuurlijk vandaag ga gebruiken kun je vinden onder in de beschrijving van deze video. Ik ga jullie gewoon meenemen. Ik heb wat dingen bij mij neergelegd. Ik ga heerlijk weer met mijn handen in de verf. Ik heb er zin in. Terwijl het buiten vreselijk regent op dit moment. En het lijkt inderdaad ook echt herfst op dit moment. Dus ik vind het heerlijk om nu op mijn zolder te gaan zitten. Om lekker te gaan vreubelen. Mijn handen lekker vies te gaan maken. En ik neem jullie gewoon gezellig mee. Dus de ondergrond is al een beetje voorbewerkt. Dat komt omdat ik op kopieerpapier werk in mijn junk journal die ik zelf heb gemaakt. Werk jij op mixed media papier, hoef jij geen gesso te gebruiken. Werk jij op ander wat dik papier, wat een beetje water, wat een beetje geweld aan kan. Hoef jij ook geen gesso te gebruiken. Maar omdat dit kopieerpapier is, wat niet echt superveel aan kan, heb ik een laagje gesso gebruikt. En nu kan ik gewoon heerlijk mijn gang gaan. Ik heb even een stukje kladpapier gepakt. Eigenlijk is het gewoon kopieerpapier wat ik gekleurd heb met thee. Hetzelfde wat hierin zit. Maar ik ga dit gewoon als kladpapiertje gebruiken. Wat erop komt, komt erop. En ik kan het later weer gebruiken voor collages. Gooi het natuurlijk niet weg, kan het altijd nog weer gebruiken. Je kunt ook een gewoon kopieerpapiertje nemen. Je kunt een stukje bakpapier nemen, wat jij eigenlijk maar hebt om de andere pagina's een beetje te beschermen. Deze hoef ik niet zo te beschermen, daar gaat verder weinig mee gebeuren. Maar ik wil de pagina's die hieronder zitten, die steken een beetje uit. Die wil ik een beetje gaan beschermen, vandaar dat ik er even een papiertje bij onderleg. Ik ga beginnen met wat structuur aan te brengen. Dat ga ik doen met een modeling paste in dit geval. Ook een Liquitex modeling paste die ik hiervoor gebruik. Deze blijft flexibel.
En ja, vind ik wel prettig. Werk in ieder geval. Een gewone structuurpasta kan soms gaan barsten. Vooral als je het wat dikker opbrengt. Nou, een modeling paste, deze van de Liquitex, die blijft flexibel. En ja, is gewoon fijn om te gebruiken. Het is geen goedkope pot, maar je kunt er ontzettend lang mee doen. Nou, ik gebruik gewoon dezelfde spatel. Ik heb hem immers nog liggen. Ik ga wat van deze streepjes aanbrengen. Zit verder eigenlijk geen idee achter. Het gaat er mij om dat er wat structuur op de pagina komt. Dit moet je gelijk goed schoonmaken. Dat ga ik even doen. Ik loop even naar mijn wasbakje. Dan ga ik dit even goed schoonmaken. Mijn spatel spoel ik ook gelijk af onder de kraan. Dit moet je niet in laten drogen. Dan gaat het vast op het stencil zitten. Krijg je het stencil nooit weer schoon. Er zit maar een heel dun laagje hierop. Ik kan mooi even aan de lucht drogen terwijl ik alles ga schoonmaken. Kom ik zo weer bij jullie terug. Nou, als alles schoon is, alles is droog, kan ik verder gaan met het bewerken van mijn achtergrond. Ik heb hier ik zal even het kaartje erbij pakken, een houtstructuur stempel. En daar wil ik wat mee in de achtergrond gaan stempelen. Het is een rubber stempel, ik gebruik hem gewoon uit de hand. En ik ga stempelen met Archival inkt. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit welke inkt jij gebruikt. Hij moet wel watervast zijn. Hij moet niet meer gaan reageren op water, op verf, op andere dingen. Dus het kan zijn dat jij andere producten hiervoor gaat gebruiken. En dan kun je misschien wel een ander soort inkt gebruiken. Maar ik wil dus echt een inkt gebruiken die watervast is. Ik ga gewoon wat in die achtergrond stempelen. En ik wil dus wat van die houtstructuur aan gaan brengen. Nou, dit ga ik ook even weer goed drogen. En dan is er al heel veel aan de gang op de achtergrond. Nou, ik wil nu zo wat kleur gaan aanbrengen op de achtergrond. En daarom heb ik al even drie blaadjes gepakt. Ik wil straks de blaadjes ongeveer hier in het midden hebben. Daar ga ik ze straks op verlijmen. Nu moet ik straks eerst een ondergrond natuurlijk verder gaan bewerken met kleur. Waarom heb ik die blaadjes er nou even bij gepakt? Nu kan ik gaan kijken naar mijn kleurgebruik. Wat wil ik in de ondergrond gaan gebruiken? Het moet namelijk straks zo zijn dat die blaadjes wel naar voren komen. Dus ik heb hier die rode en dat gele. Die groene leg ik er bovenop. Wat ga ik nu doen? Ik ga een groenige kleur gebruiken voor de ondergrond. En doordat ik eerst straks die rode en die gele ga verwerken, die groene komt wat bovenop. Maar als eerste zul je dan straks bovenop die ondergrond, zul je deze twee blaadjes zien. Dus het komt al wat meer naar boven toe. Daar moet je dus rekening mee houden. Je kunt dus wel in die herfsttinten blijven werken. Maar de ondergrond, dat moet wel totaal iets anders zijn dan het focal point. In mijn geval dus de blaadjes, die worden het focal point. Dat moet je straks als eerste zien. Dus ga je dan de achtergrondkleuren in deze drie kleuren doen, dan zul je zien dat die blaadjes gewoon echt naar de ondergrond gaan verdwijnen. Dat wil ik niet hebben, dus ik ga ervoor zorgen dat ik een beetje in groenige tinten mijn ondergrond ga maken. En dus ik ga deze even aan de kant leggen. Ik heb hier een olijfgroen donker, een olijfgroen licht. Deze twee kleuren die ga ik gebruiken om de ondergrond mee te maken. En ik ga gewoon wat verf op mijn werkvlak doen. Terwijl het steeds harder begint te regenen. En ik weet niet of jullie dit kunnen horen. Nou, ik wil de achtergrond een beetje transparant hebben. Dit wat hierop zit, dat moet er straks een beetje doorheen komen. Nou, als jij acrylverf gaat verdunnen met water, hoe meer water jij toe gaat voegen, des te transparanter dat het gewoon zal gaan worden. Nou,
elke manier van aanbrengen geeft weer een andere structuur. Dus ga jij met je vingers verf aanbrengen, geeft een andere structuur. Een paletmes geeft een andere structuur. Ik heb deze spatel al eerder gebruikt, dus ik ga deze nou ook weer gebruiken. Ik ga wat mengen met het water. Dus elk materiaal die jij gebruikt, geeft weer een andere structuur. Nou, acrylverf. Als het droog is, dan kun jij de kleuren gaan stapelen. En acrylverf is watervast als het droog is. Nou, daar kun je mee gaan spelen. Dus ik ga nu laagjes aanbrengen. Begin met een lichte kleur. Ik ga het drogen. En het drogen doe ik met mijn heat tool. Dit is mijn Ranger heat tool. Die gebruik ik eigenlijk meestal voor het drogen van dingen. Je kunt er ook prima mee embossen. Het duurt alleen wat langer. Ik heb een roze heat tool. Die gebruik ik voor het embossen met embossingpoeder. Ga ik drogen, dan gebruik ik eigenlijk altijd mijn Ranger heat tool. Die is wat stiller en ja, hij droogt gewoon prima. Dus laagjes verf. Ik ga het drogen. En ik kan nu op dezelfde manier wat van die donkere verf aan gaan brengen. Ik laat het lichte gewoon op mijn werkvlak liggen. Ik heb mijn grote werkvlak. Dus ik kan de ruimte kiezen die ik wil. Ik ga met het donkere hetzelfde doen. Ik maak niet schoon. Het mag gerust een beetje mengen. En ik breng nu wat van dat donkere aan. Dus welke manier jij ook kiest om je verf, je kleur aan te brengen. Alles geeft weer een andere structuur. En daar krijg jij de verschillen mee in jouw art journal pagina. Ik ga het weer lekker drogen en ik ga net zo lang door met het aanbrengen van verf. Donker, licht, donker, licht. Net zo lang tot ik tevreden ben. Dus ik ga het elke keer tussendoor drogen. En als ik helemaal klaar ben met het kleur aanbrengen, ik laat de randen heel bewust gewoon voor wat ze zijn. Daar komt niet echt kleur. Komt er een beetje kleur per ongeluk, dan komt er een beetje kleur. Denk er niet te veel over na. Het enige wat ik wil is een beetje kleur aanbrengen in mijn achtergrond. Nou, uiteindelijk is dit mijn achtergrond geworden. Ik wil er nog wat meer aan toe gaan voegen en dat ga ik doen met spetters. Ik vind het heel leuk om goud toe te voegen aan iets. Goud, brons, warme kleuren. Ik vind het altijd heel leuk om die combinatie te maken. Ik ga daarvoor acrylic ink gebruiken. Dit is eigenlijk een hele vloeibare acrylverf. Deze is ook van Amsterdam. Heel mooi pigment. Ik heb hier de light gold. Er zijn verschillende goudskleuren te koop. Je moet ze altijd even schudden voordat je ze gaat gebruiken. Ik heb deze pagina toch even, terwijl ik moeite heb om het flesje open te krijgen. Ligt niet aan het flesje hoor, ligt aan mijn kracht. Ik haal het tuitje er even uit. Je ziet, er zit zo'n druppelaartje aan. En daar zou je ook inkt mee kunnen druppelen. Ik ga dat druppelaartje nu even niet gebruiken. Ik heb hier een waaierpenseel. En dit is echt een penseel die ik gebruik om spettertjes te maken. Dus ik stop mijn waaierpenseel hierin. Ik tik dan op mijn vinger. En op deze manier kan ik hele mooie spettertjes maken. En ja, er zijn speciale spetterbrusjes te koop. Maar dit werkt ook prima. En het mooie hiervan vind ik ook dat jij zowel grote spetters krijgt, kleine spetters krijgt. Helemaal controleren kun je het niet. Je moet je werkvlak even een beetje beschermen dat het niet overal komt. Nou, ik vind dit gewoon een heel leuk accent om aan te brengen. Nou, dit ga ik even weer heel goed drogen en dan ga ik kijken wat ik nog meer voor de achtergrond ga doen.
Nou, nu alles droog is, ik heb de blaadjes er even opgelegd zoals ik ze eigenlijk wil hebben. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk best tevreden ben. Ik wil de pagina nu verder gaan afwerken. Ik ga aan de achtergrond niets meer doen. Ik wil nog een tekst erop maken. Het kader, dat ga ik verder niet donker maken. Ik maak eigenlijk altijd een kader om mijn Art Journal pagina. En eigenlijk is dit ook een soort van kader wat je hebt gemaakt. Het is heel duidelijk zichtbaar doordat jij de randjes gewoon zo hebt gelaten zoals ze waren. Heb jij ook een soort van kader gemaakt. Dus je hoeft er niet meer met donker omheen te gaan. Dit kan gewoon zo blijven. Die blaadjes, die heb ik al op de juiste plek neergelegd. De spelletjes zijn droog. Ik kan dus nu gaan verlijmen. Ik heb hier mijn Glossy Accents nog staan. Ik heb al in mijn koffiebreak video gezegd, je kunt ermee lijmen. Je kunt er leuke details mee maken. Nou, dat is nou precies wat ik vandaag ga doen. Ik had het er nog uit staan, dus ik ga het gewoon gebruiken. Ik ga het gebruiken als lijm. Ik ga natuurlijk eerst even dat tuitje even goed schoonmaken. Ik ga dit er even voorzichtig afhalen. Ik ga gewoon een beetje van die Glossy Accents hierop doen. Druk hem voorzichtig aan. Dus je kunt die Glossy Accents kun je gebruiken als lijm. Je ziet, ik plak het echt maar aan echt een druppeltje vast, aan een puntje vast, zodat dit lekker los kan blijven. Ik druk het even aan. De Glossy Accents, dat moet natuurlijk drogen. Dus geef dit ook vooral de tijd om te drogen. Nou, ik hoef daar verder niks meer aan te doen. Ik kan het gewoon even rustig blijven laten liggen. Wat ik nu nog wil gaan doen. Ik wil een soort van waterdruppeltjes gaan maken. En dat ga ik ook doen met de Glossy Accents. Dus ik ga daar gewoon druppeltjes van die Glossy Accents. Ga ik op die blaadjes doen. Dan lijkt het net alsof er waterdruppeltjes straks op de blaadjes zitten. Het is nu nog melkachtig, dus een beetje wittig ziet het eruit. Maar het droogt gewoon helemaal transparant op. Ik laat dit straks ook gewoon aan de lucht drogen. Wat ik nu nog even wil is een tekst erop. Ik heb hier een hele leuke tekst, die komt uit het boekje van Art by Marleen. Hij ligt al helemaal uit elkaar, ik heb hem al heel vaak gebruikt. Maar er zitten nog genoeg stickertjes in. Ik wil zo'n kraftkleurig stickertje gaan gebruiken. Ik ga hem even met een schaartje wat bijknippen. Je zou het er in zijn geheel op kunnen doen. Ga ik niet doen. Ik denk dat het wel gewoon kan. Ja, dat blijft wel zitten. Mocht het nu niet blijven zitten, die stickertjes kun je altijd even voorzien van een beetje lijm. Meestal doe ik er een beetje tacky glue onder. Zeker als jij mixed media hebt gedaan, je hebt heel veel structuur, dan wil het nog wel eens zo zijn dat het stickertje gewoon niet goed blijft zitten. En dat heeft verder niets met de kwaliteit te maken, maar dat heeft gewoon mee te maken dat er best veel aan de hand is op die ondergrond. En ik zal hem even wat van dichterbij laten zien. Dus de tekst, die heb ik bovenin gedaan. De blaadjes, die zitten vast. De waterdruppeltjes, die liggen erop. Dat droogt straks mooi transparant op. Hoef je niks aan te doen. Wat ik nu nog wil, is het woord herfst onderin de pagina gaan stempelen. En ik gebruik daar deze stempeltjes voor. Nu kun je dat als jij heel netjes bent. Jij wil het allemaal heel recht gaan stempelen. Kun je er een elastiekje omheen doen. Je kunt ook de paarse tape van de Action gebruiken. Dat jij ze vast gaat zetten met tape. Ik ga dat niet doen. Ik vind het niet erg dat het niet allemaal strak gestempeld is. Ik begin aan de rechterkant. Ik wil het hier in de hoek hebben. Dus ik begin aan de rechterkant onderin de hoek. En ik stempel het die kant op. Dus ik leg het woord dan altijd even uit. Ik pak mijn inkt. Ik begin dus in dit geval bij de T.
Ik wil het Nederlandse woord herfst. Was iets wat ik trouwens ook als een reactie kreeg op een video van mij. Nederlandse teksten, dat die er zo weinig zijn. En dat klopt, vind ik ook. Ik vind het ook wel jammer. Als jij die teksten hebt van Tim Holtz, die zijn natuurlijk geweldig. En ja, het is allemaal in het Engels. En ik vind het ook altijd wel leuk om toch Nederlandse teksten te gaan gebruiken. En dan zou je ze zelf moeten gaan maken. Je kunt ze gaan stempelen, je kunt ze gaan schrijven. Een label maken, daar kun je ook je eigen teksten mee maken. Er zijn echt wel manieren om zelf jouw eigen Nederlandse teksten te gaan maken. Het is nu eenmaal zo, er zijn niet veel Nederlandse teksten. Ontzettend jammer, maar ja, je moet denken, ik denk ook niet dat daar zo superveel vraag naar is. Ik weet ook niet of ze die teksten kunnen gaan ontwikkelen. Het is maar voor een hele beperkte markt natuurlijk. Het is niet dat je die wereldwijd kunt gebruiken. En de Engelse teksten, die kunnen ze gewoon wereldwijd gebruiken. Dus daarom zijn er denk ik gewoon niet veel Nederlandse teksten. Maar je kunt ze dus ook prima zelf gaan maken. Dus het woord herfst heb ik onderin gestempeld, bovenin de tekst. Dit ga ik nu echt aan de lucht laten drogen. Dus ik ga dit gewoon open laten liggen. Ik ga hier even helemaal niets meer mee doen. En ik heb nu een mooie pagina gemaakt in mijn junk journal. Mixed media. Ik heb gewoon van alles gebruikt. De glossy accents, een medium. Gesso, een medium. Structuurpasta of de modeling paste in mijn geval, een medium. De acrylverf, een medium. Nou, je bent dus al heel snel mixed media aan het doen. En toch kun je een ontzettend leuke pagina maken. Dit was het voor deze keer. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Ik weet niet of jullie mijn koffiebreak video's al hebben gezien. Ik heb er al een heel aantal gemaakt. Ik heb er al wat ingepland ook. Die gaan dus vanzelf online komen. Ik zou zeggen, abonneer je vooral op mijn YouTube kanaal. Dan mis je geen enkele video meer. Dit was een wat langere video waarin ik van begin tot het eind een art journal pagina heb gemaakt. Maar in de koffiebreak video's ga ik bepaalde onderwerpen uitlichten. Korte video's die je even kunt bekijken tijdens een kopje koffie. Heb je even pauze, heb je even niets te doen, dan kun je zo'n video gaan bekijken. Ik ga proberen er zoveel mogelijk te maken. Maar het is even hoe het allemaal met mij ook verder gaat. Ene dag gaat het gewoon wat beter dan de andere dag. Kan ik gewoon wat meer dan de andere dag. Ik heb dus besloten dit weekend niet naar de beurs te gaan in Nijkerk, de Art Specialty. Omdat dat voor mij gewoon te veel zou worden. En ontzettend jammer, maar het is wat het is. En ik probeer mijn rust te vinden op zolder. En dat lukt mij aardig, moet ik zeggen. En dit soort snellere pagina's zijn ook heerlijk om te maken. Ik ben hier wat langer mee bezig geweest, omdat ik dit ook allemaal moest uitleggen. Maar dit zijn eigenlijk geen moeilijke pagina's om te maken. Dus eigenlijk kan dit iedereen op een hele snelle manier maken. Heb je nog vragen? Stel ze mij gewoon. En heb je opmerkingen? Zet ze er ook in. Ik vind het ontzettend leuk om al jullie reacties te lezen. Dat is mijn manier om toch een beetje contact met jullie te hebben. En ik zie jullie gewoon weer terug bij een volgende video. Want we blijven gewoon doorgaan. Zoals altijd. Positief blijven. We zien wel waar het schip strandt. En we blijven mooie dingen maken. Zodat ik jullie ook weer, hoop ik, inspiratie kan geven. Voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie graag snel bij een volgende video weer terug. Dankjewel voor het kijken en graag tot snel. Doeg!